Dit is de nog lang niet afgelopen serie in levende kleuren. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met Ab Hofsteen als Hildebrand Brom. Martin Brosius als Arnoud Koffij. Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspan. Ida Bons als Lidwientje Wall. Paul Deen als Meester Spicht. Ine Veen als Brechtje. Paul Meijer als Burgemeester Wall. Frans Kokshoorn als Pint de Schoenmaker. Hilletje als Hilletje Labberton. Baren als Barend Stip. Hector als Hector Hondenkoeter, Hans Pauwels als de verteller, het koor van Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer? Het verhaal dat ze je vader en moeder ooit verteld hebben over Hamelen, dat is niet dit verhaal. Nee, je vader en moeder hebben het heel anders gehoord. Goed, het verhaal begint in Hamelen. Dat klopt. En in Hamelen hadden ze last van ratten. De ratten zaten plaats naast je op tafel. Het was vreselijk, meneer. Ze aten van je bord. En zei kst, kst, maar ze gingen gewoon door. Ik gaf ze plaats een mep met een speciale lepel. Ik ben een dierenvriend, meneer. Maar op laatst kon ik geen rat meer zien. Het waren van die dikke bruinen. Van die vieze dikke bruinen. Prachtig bruin, prachtig, prachtig bruin. Op een dag diende zich een merkwaardige vreemdeling aan in de raad van Hamelen. Of liever gezegd, hij hipte zomaar op tafel in de raadzaal. Vanuit het venster. En hij zei dat hij die ratten in één nacht op kon ruimen. Heus, riep de raad. Fluitje van een cent, zei de vreemdeling, maar niet voor niets. Nee, voor niets gaat de zon op, zei de raad. En alles werd geregeld. Er werd hem veel goud beloofd. En de rattenvanger zei dat alle mensen 's avonds binnen moesten blijven met watjes in hun oren. Dus bleven de mensen binnen met watjes in hun oren. En waarachtig, die avond zag iedere burger van Hamelen om 10 uur precies al zijn ratten zijn huis verlaten. Trip, 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 weg! Enorm feest, dat begrijp je. Kermis, vuurwerk, volksdansen en... een geheime vergadering op verzoek van de zuinige meester Spicht. En meester Spicht haalde het gemeentebestuur van Hamelen over de rattenvanger niet al het beloofde goud uit te betalen. Slecht. En niet slim. Wij meenden dat de rattenvanger, zal ik maar zeggen. Want wij weten nog altijd zijn naam niet. Dat is een belachelijke zaak. Dat is hoogst, hoogst ongebruikelijk. Wij meenden dat deze man ruim voldoende betaald werd met een derde van een prijs die hij oorspronkelijk gevraagd had. Ja, het was toch immers een karweitje van niets. Het was in een uurtje gepiept, die ratten. En bovendien, hij had de plicht om ons te helpen. Ik vind dat 35 dukaten ruim voldoende is voor zo'n klein akkefietje. Niet waar? Eén stem tegen maar. De vader van Bertram. Bertram Bierenbroodspot. Bertram Bierenbroodspot is verliefd op Lidwientje, de dochter van de burgemeester. Ai, 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 ai. En Bertram is veel feller dan zijn vader. Ja, die stemde wel tegen. Maar daarna weer feest vieren. De volgende morgen ging Bertram meteen woedend protesteren bij de burgemeester. Jongeman, jij gaat te ver. U gaat te ver, burgemeester. U gaat te ver. Hildebrand, waar zit je? Dat ben ik. Moet u mij hebben? Ik wijs u alleen op uw plichten, burgemeester. Waarom laat u nou elke keer maar weer rompraten door die pinter schoenlapper en die zuinige schoolmeester? Waarom bent u niet gewoon de eerlijke burgemeester die iedereen denkt dat u bent? Ga zitten. Ik ga niet zitten. Ga zitten. Goed. Nog één keer dan.
Zal ik naar binnen gaan of zal ik nog even wachten? Nee, blijf nog maar even hier. Blijf bij de hand. Ja, maar ik spring er zo in, hoor. Als het moet. Brechtje, is Bertram binnen bij papa? Bertram? Ja. Nou, en of die binnen is. Oh, gelukkig. Weet u ervan? Waar ze het over hebben, juffrouw Lidwientje? Nou, zie wel. Nou, kom, ik ga even weg. Hij komt namelijk om een hand vragen. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik zei, Bertram, nou is je kans, grijp hem. Papa is in een goed humeur, nou de ratten weg zijn. Oh. Eruit, zeg ik je. Ja, dat ben ik. Dat is voor mij, geloof ik weer. Oh, ga de gat. Het stelletje gierige krenten. Dat zijn jullie. Hildebrand, daar blijft Hildebrand. Ik schaam me dat mijn vader samen met jullie in één gemeenteraad zit. Wist je dat? Van Hildebrand. Ja, dat is voor jou. Ja, ik vind het wel. Hildebrand, gooi die vlerk uit dit ambtsvertrek. Ha, ambtsvertrek, dat is een goeie, zeg. Een kamer voor leugenaars en bedriegers, dat is het. Mensen die hun beloftes niet waarmaken. Bertram! Eruit, zeg ik je! Hildebrand, doe je plicht. Bertram! Dit Wientje. Oh, gaan we niet trouwen? Ja, dat is te zeggen. Trouwen? Hey, trouwen jij met dit? Ja, kom dan. Kom. Laat hem los! Ja, laat hem los! Gooi hem eruit, ik doe wat ik zeg! Ik leg het je later allemaal wel uit, Wientje. Gooi hem eruit! We zouden trouwen! Ga al! Ja, moet toch los op vast? Maar wacht nou! Papa vindt het... Je begrijpt, de verloving van Bertram en Lidwientje was uit. Maar er gebeurde die dag nog veel meer in Hamelen. Want toen de rattenvanger namelijk hoorde dat hij niet al het beloofde goud zou krijgen, speelde hij s'avonds het wijsje weer op zijn fluit en lokte zo alle kinderen die in bed het liedje hoorden mee de poort uit. En niet alleen de kinderen trouwens. Ook Bertram en Lidwientje en Arnoud Koffij de poortwachter en klepperman Hildebrand Brom. Hij lokte ze allemaal mee de berg in. De verhaaltjes over Hamelen houden allemaal hierop. De berg sloot zich. Afgelopen. Onzin. Sprookjes. Die berg was nog maar het begin van een lang verhaal. Daarbinnen werd iedereen wakker, knipperde met zijn ogen en geloofde ze niet. Rare spelonk. Nergens een uitgang. Zelfs Hildebrand, die toch klaar wakker mee naar binnen ging, wist het niet meer. En opeens klonk er ergens uit een rotspleet een akelige, luidkakelende lach. Ik zal hem even laten horen. Lidwientje, kijk nou eens! Bertram, een leeuw in een kooi! Dit is verschrikkelijk. Zeg, hallo meneer Kudos, kunnen we u helpen? We zitten zelf ook in moeilijkheden. Kale kind, pineut! Pinda! Ik zo grappig? Oh, nee, kale kind, nee, die neus, misschien is het overstuur. Mijn moeder lacht en huilde wel eens tegelijk. Ja. Waar zit u al lang hier? Wat is lang? Waarom zit u in die kooi? Goeie vraag. Ja. Kale neus, kale kind, pineut. Ja, dat weten we wel. Maar wie heeft u opgesloten? Geef nou eindelijk eens een keer antwoord, ja? Zou je het niemand vertellen? Goed. Wie zou ik het moeten vertellen? Aslik de heks, die wil mijn baard hebben. Ja. Het is niet waar. Uw baard? Ja. Wat moet ze daarmee? Wat ze ermee moet. Wil jij hem soms hebben? Nee. Oh nee? Vind je hem soms niet mooi? Ja. Hij is prachtig, maar vertel er nou eerst eens wie u in deze kooi gestopt heeft. Ja? Bruuk de tovenaar. Waarom? Omdat ik ze kip vieze woorden heb geleerd. Ja, maar iedereen weet toch dat kippen niet kunnen.
kunnen praten. Oh nee, nou de kip van Truc wel. De kip van Truc heeft babbels. Ja. Zeg, luister eens. Wat hebben jullie de kip geleerd? Wat? Doe je het hoor. Ja, maar, stop, genoeg erover. Wil je dat je wel je loslaat of niet? Ja, en dan? En dan? Niks. Oh, nee. Kunt u ons de weg niet terugwijzen? Terug? Ja. Ja, welke van die drie deuren daar bijvoorbeeld leidt naar buiten? Oh, kijk nou eens, deuren. Oh. Maar dan is alles opgelost. Oh, Bertram, oh, wat een geluk. Ja, maar dat klopt iets niet. Nee, wacht nou eens eventjes, jongen. Een deur is een deur, hè. Ik bedoel, deur is mijn vak. Kijk, die man die schreeuwt gewoon eventjes welke deur we moeten hebben. De linker, of de rechter, of de middendeur. Uh-huh. Hè? Nou, dat is nou precies wat ik bedoel. Wat? Ja. Maar die bordjes kloppen niet. Wacht nou eens even. We nemen niet de linker, ook niet de rechter, maar ook niet de middendeur. Zeg, zijn er misschien kleerkasten of zo? Ja, nee. Het zijn uitgangen naartoe. Alsjeblieft, meneer, zegt u nou dat het uitgangen zijn? Dat het de uitgangen zijn. Zie je wel? Maar welke deur? Dat wil je hoed. De uitgang is de ingang. Nou, precies wat ik altijd zeg over de deur. Ja, maar dat helpt ons geen steek verder, of wel soms? Of wel soms, of niet soms, of wel soms. Zeg, hallo meneer. Hoe heet u eigenlijk? Gruizel. Gruis. Van de dwergmijn bij het elfenbochtje. Ja, maar meneer Gruis, dwergjes zijn toch meer klein? Dwergen zijn toch niet zo groot? Ik bedoel het niet onaardig hoor. Nee, niet zo driftig. Stilte! Ja, maar zo staat het in alle sprookjesboeken. Kleine mannetjes met gekke mutsjes en houweeltjes en mijnlampjes. Kale en driftig. Kind, kijk naar jezelf, jurk. Nee, kijk naar jezelf. Arnoud, kom eens hier. Kom eens hier met je sleutels, want volgens mij is dat een moeilijk slot. Oh, eens even kijken. Oh, zie ik al, dat is een klikslot. Het is niet waar. Ja, met een eenvoudig knarswerkje. Oh, heel kinderlijk knarswerkje. Nou, dat is geweldig, zeg. Heel mooi. Op goed geluk ging iedereen even later door die deur. Die deur die niet links lag en niet rechts en niet in het midden. Wat ze nog niet wisten was dat er aan de andere kant van die deur het land Snak lag. Ja, Snak, waar Machteld de morsige koningin was. Een koningin met één hofdame en één minister en een ontzettend smerig paleis. Want in dat land Snak deed iedereen aan mooi en aan cultuur. En daarom was er niemand voor het vuile werk. Ja, langzamerhand zeiden ze zelfs tegen elkaar, ik kan zien dat u niet genoeg studeert, want u bent erg schoon. U besteedt uw tijd verkeerd. Dus moest alles zorgvuldig vuil gehouden worden. Er was nog iets bijzonders in het paleis, het denkraam. Daardoor konden ze zien en horen wat er buiten het paleis gebeurde. In Snak? Ja, interessant, hè? En wat zijn ze... Oh. Ja, wat zijn ze grappig schoon, hè? Grappig schoon, majesteit. Hebt u die kraagjes gezien? Die zijn kraakhelder. En hebt u die elleboogjes gezien daar? Die mouwtjes daaromheen, die zijn zo schoon, majesteit. Ja, amusant, hè? Oh. Ze moeten zich daarin eruit wassen. Oh, verdrijf nu niet, modderijn. Eenmaal per week zal het bleek beter kloppen. Hun handjes dan en hun wangen misschien, maar zeker niet achter de oortjes. Oh, daar praat ik nog niet eens over. Sassen hun kleren, dat zie ik. In de hoofdwas, in weken en voorwassen. Ze boenen ze. Oh, ik ken de wereld. Oh, ik wil ze zien. Zien? Ik wil ze spreken. Spreken? Nu! De minister van Snak heette Modderijn. Hij was een nare man en helemaal niet gesteld op vreemdelingen. Op een goede dag wou hij zelf koning van Snak zijn. Daarom hield hij niet van gasten die de koningin op nieuwe ideeën konden brengen. Zoals het paleis opruimen en zo. Dat zou de onderdanen van Snak anders wel bevallen. Ja, dat zouden ze geweldig vinden. Alleen de koningin wist daar niets van. Zij hoorde alleen over haar volk van minister Modderijn zelf. Ze wist niet beter of iedereen was graag smerig en geleerd zoals zij. Ze vond de schone hamelaars onmiddellijk aardig. En ze moest vreselijk om ze lachen. Vooral om hun manier van rekenen, met getallen boven de 7. Modderijn vond het allemaal niet grappig. De hamelaars moesten onmiddellijk verdwijnen. En er was maar één manier. Deze manier, ja, er is een manier om zijn land uit te werken. Natuurlijk, Modderijn, natuurlijk, er is één manier. Oh, Modderijn, wat ben jij toch slim. En nog houd erop af, hoor. Modderijn dacht, ik moet zorgen dat de koningin ze wegstuurt, niet ik.
maar de koningin. En niet voor straf, maar als afgezant. En daarom, mens, bier en broodspot en alle naast u, heeft het ons, Machteld, koningin van het aardstom snak, genaamd de morsige, behaagd u te benoemen tot afgezant van het volk van Snak, ambassadeur, en u als eerste opdracht mee te geven, breng onze telraam van Truc de Tovenaar wonend op het wat... Blief. Wat blief? Wonend op het wat blief, wij hebben gezegd. Oh. Kort en goed, de koningin waarschuwde de hamelaars tegen alle gevaren onderweg. Draken en dwergen, geesten en spoken. En verder is er niet veel meer tegenin te brengen. Snaks nieuwsdienst deelde het vertrek via het denkraam mee. Snaks leerzaam actueel kwartier. Goedemiddag, het is nu precies 7:00. Nieuwe snaktijd, 12:11. De gasten van Hare Koninklijke Hoogheid Machteld van Snak zijn onder leiding van Mensbieren Broodspot uitgezonden als gezanten van het Hof naar de Waddeneilanden. Op het Watblief, waar de tovenaar Truc zijn werkgrot heeft, zal Mens, Bier en Broodspot onderhandelingen voeren over het telraam van Truc. Met dit telraam zouden wij het nieuwe rekenstelsel gemakkelijk kunnen invoeren in ons land. De zogenaamde mensen van Hamelen hebben van de vorstin meegekregen het vliegend vloerkleed kamerbreed. Het vliegend vloerkleed kamerbreed, dat brengt je overal heen. En als je nou de naam maar weet, vertel die naam aan kamerbreed, dan brengt die je meteen. Het valt, het duikt, het wiebelt niet. Het vliegt niet op de kop. Het liegt niet, het bedriegt je niet. Je denkt dat je ze vliegen ziet, maar ik zit erop. Hoi! Vliegen is een feest op kamerbreed, op kamerbreed, op kamerbreed. Vliegen is een feest op kamerbreed, het kleed dat altijd klopt. Vliegen is een feest op kamerbreed, op kamerbreed, op kamerbreed. Vliegen is een feest op kamerbreed, het kleed dat altijd klopt. Het kleed moet eens per jaar gesopt, dat is beter voor de zweef. Het kleed moet vaak en goed geklopt. Een gaatje moet met spoed gestopt, want anders vliegt het scheef. Hoi! Vliegen is een feest op kamerbreed, op kamerbreed, op kamerbreed. Vliegen is Tovenaar Truc had een kristallen bol. Zoiets als deze. Het was maar een klein dingetje uit al zijn vreemde bezittingen. Truc stond voor bijna niets. Samen met zijn leerling prins Thor keek hij in de kristallen bol en hij zag... Himmel, kinderen, op een vloerkleed, op een vliegend vloerkleed. En zij vliegen boven de wadden. Ja, ze vliegen er net. Ja, maar dat is toch waanzinnig, zij kunnen elk moment neerstorten. Ach, ik moet mijn toverkunsten aanwerken om die mensen te helpen. Dat is toch onmogelijk. Ja, zeg vliegen maar. Boven de wadden, dat is toch onzin. Ha, ik moet... Zeg maar wat voor u kan doen. Ga mijn grote toverboek halen. Ja, en mijn andere bril, ja. Niet waar? Ah, eens even kijken. Experimenten in de lucht. Dat is het. Kijken hier mal. Ja, ach, een formule om de wind te laten draaien. Dat is goed, ja. Rausti, Masti, Hubentraut, Pasti. Tovenaar Truc was een vakman, maar erg zenuwachtig en verstrooid. Hij toverde het vloerkleed kamerbreed eerst in een onweer, daarna ondersteboven. En pas de derde keer dat hij de spreuk zei, was kamerbreed keurig leeg. Daarna hield alles natuurlijk op. Truc had iedereen omlaag getoverd, naar de grond. Maar waar? Dat was de vraag. Zeg, waar is eigenlijk het vloerkleed? Ja, waar is kamerbreed? Ja, en de bliksem is ingeslagen. In kamerbreed? Ja, ik zag dat het bliksem was. En toen was het opeens heel erg donker. Ja. Ja. Jongens, waar is Hildebrand? Wat is er met hem gebeurd? Ja, zeg, zijn hoed ligt naast je, Rikkeltje. Zeg, wat is er nou eens in hemelsnaam gebeurd, zeg? Eerst wapperen bijna van het vloerkleed af. Dan zitten we in een vreselijk nat en naar onweer en nou zitten we tot onze nek in de bloemaarde. Ja. Je hebt trouwens ontzettende koude voeten. Ja, bij mijn elleboog. Het is duidelijk, Truc had zich verrekend. Het scheelde maar 1,5 meter, maar te diep is te diep. De hamelaars hadden niet alleen vaste grond onder hun voeten, ook onder hun kin.
Om hulp roepen dan maar. Al wist je van tevoren niet of er iemand zou komen opdagen. Hallo, riep daar iemand? Ja! Ja, waar zit u dan? Hier! Oh, is het onder de hoed? Ja, ik weet niet wat u bedoelt. Waar zit u dan? Hallo! Kijk toch uit, misschien is het een hele gevaar. Wel, alle honingkoekjes, pratende groenten. Druk staat ook voor niets, hè? Oh, meneer, helpt u ons alstublieft. Oh, nee, er komt niets van in. Wortelgroene elf houdt zijn handen thuis. Wortelgroen heet het op de harde manier moeten leren. Klapjes, hè? Overal afblijven, ook van wat lekker is. Ja, maar meneer, wij zijn niet lekker. Kostelijk, hè, kostelijk. Druk de tovenaar is een type, hè? Dat was elf Wortelgroen. Gelukkig wilde het toeval dat Wortelgroen net de verdwijnhoed van elfenkoning Pipijn wegbracht, naar Truc de Tovenaar. Koning Pipijn vond namelijk dat hij er de laatste tijd niet zo goed meer mee verdween. Wortelgroen haalde Lidwientje alvast zelf uit de grond en ging met haar naar Truc. Ze was de eerste vrouw op wat blief, maar toch meteen welkom. Net als de anderen. Waar wacht dan bij op? Op de anderen, meester. Nou, roep ze dan, waar zijn ze dan? In de grond. We waren eerst zaten we op dat kleed en toen plotseling zaten we in de grond. En toen waren we tot zover begraven. Ach, nou wacht, dat was weer een vergissing van mij. Ik heb ze dus vermoedelijk te dicht in de grond getoverd. Ik heb jullie ook zo verschrikkelijk gezocht, nou begrijp ik het. Nou, ga nou maar mee, ja. Ja, maar laten we ze dan wachten daar. Heb je niet een grote schop of een klein schoffeltje? Een grote schop of een klein schoffeltje? Ach, dat doen wij toch heel eenvoudig. Prrt! Help! Bertram! Oh jongens, dat lucht op, hè. Oh. Bertram Bierenbroodspot, ambassadeur van Snak, met mijn vrienden, assistent-gezanten van Snak. Ja. Snak! Aardbollen! Zijn aardbollen! Zijn helemaal geen hamelaars! Nee, meneer Wortelgroen, we zijn allemaal hamelaars. Elf? Vier punten. Wij zijn afgezanten van koningin Machteld van Snak. Ho, ik dacht dat ik de gezant zou zijn. Oh ja. Hare koninklijke hoogheid, koningin Machteld de Morsige van Snak, stuurt ons met een zeer belangrijk verzoek naar u toe. O grote meester. Hebben wij nog... gaat u door, ja. We komen namelijk om uw telraam. Telraam, ja. Hebben wij eigenlijk nog chocola? Koningin Machteld de Morsige van Snak en al haar onderdanen kunnen namelijk maar tot 7 tellen, weet u. Wanneer wij geen chocola meer hebben, dan moet ik nieuwe chocola toveren voor mijn gasten. Ja, gaat u rustig door. Telraam? Wil vrouw Machteld mijn telraam? Ja. Onzin, wat moet zij daarmee? Laat zij maar eerst die meneer Modderijn. Heet hij Modderijn? Modderijn. Ja, laat ze maar eerst Modderijn wegdoen. En dan komt dat telraam vanzelf. Ja. Rekenen, dat kan wel wachten. Maar eerst goed denken. Ja. Ja, ik zal met vrouw Machteld gaan praten. Maar wij gaan nu naar binnen, ja? Ik zal 24 stoelen voor jullie allemaal toveren. Heerlijke chocola en een open haardvuur. En voor de elf tover ik een elfenbank. Pat! Zijn ze dat allemaal? Ja. Oh, goedemiddag. Dag. Je bent wel de hele dag druk bezig, hè? Oh, dat gaat wel. Dit moet even gebeuren. Die elf, die wacht erop. Oh ja, de verdwijnkap van koning Pipijn. Dus Pipijn, precies. Ja. Wat doet hij daar nou mee? Koken. De kwaaie sappen eruit koken. Oh, wat mankeerde er dan aan? Nou, het verdwijnen ging de laatste tijd een klein beetje stroef. Nou, ik was in een wip weg. Ja, dat is altijd zo. Bij vrouwen is dat altijd veel makkelijker. Maar zo'n dikke elf, hè, en Pipijn is veel dikker dan Wortelgroen. Dat verdwijnt niet zomaar even. Wat duurt dat lang, hè? Oh. U bent een beetje droevig, geloof ik. Ja. Zal ik eens roeren? Nee, ik moet precies 12 keer in de minuut. Oh, u weet er een heleboel van. U bent zeker zelf ook een hele tovenaar. Ik ben namelijk een prins. En ik roer maar wat. Maar is er dan helemaal niets waar u naar verlangt? Oh. Zie je wel? Een prinses. Mooi. Prachtig is ze. Is ze zo knap? Sprookjesachtig. Gouden haren? Oh, lange gouden golven langs haar schouder. En kan ze uit het torenvenster zo naar beneden laten hangen? Natuurlijk. Welke prinses kan dat niet? Oh, sorry.
En is ze ook verliefd op u? Ik dacht van wel. Nou, waarom vraagt u haar dan niet? Eerst hier in de leer, zegt mijn vader. Eerst hier in de leer. En hier is de keten. Zal er al blijven wachten? Roer blijven! Blijft ze? Blijft ze niet wachten? Nee. Dan houdt ze zeker niet van u. Jawel, ze houdt wel van mij, maar ze heeft geen keus. Ze is namelijk de hoofdprijs. De hoofdprijs? Ja. De prinsentoto in Bambergen. Allemaal prinsen. Met moeilijke opdrachten, met diploma R. Allemaal moeilijke opdrachten. En Madeleine is de eerste prijs. De tweede prijs is een draak. Een draak? Ja. Haar zuster. Oh, maar dat is verschrikkelijk. Maar wat, kan je zelf niet mee gaan doen? Nee. Je hebt toch een prins? Je hebt toch een diploma? Ja, maar het is me afgenomen. Door wie? Door Truc. En Truc is een vriend van mijn vader. Je bent namelijk erg vroeg voor een prins, maar ik heb diploma R al 4 jaar. Wat is dat nou, die diploma R? Nou, diploma R is reddend optreden van arme verdrukte prinsesjes, redden van arme mensen, arme kaboutertjes. Ach, wat prinsen zo al doen. Hè? Oh, maar het is een verschrikkelijk idee. Dus ik u niet meedoen terwijl ik best had kunnen willen. Ja. Oh, uw vader is vreselijk streng en hardvochtig, is hij ook. Nou, maar hij is wel de king. Ja, maar hij is de prins. Ik bedoel, jij bent de prins. Sorry, u bent de prins. Nee hoor, zeg maar Thor. En ik ben een knoeier, een slapjanus, een knecht die knielt. Ja, maar dat moet je niet nemen. Je moet je diploma terug eisen en erop afstappen. Ja, ja. Je moet niet toestaan dat zij een prijzende prinsentoto is. Wie weet wat voor een draak van een prins hij wint. Oh, vraag me er niet van. Het is trouwens je plicht. Oh. Wat was dat? Het is de zandloper. Nu is het kook is gebeurd, nu moet nog een half uurtje blijven doorpruttelen. Ah, oh, fijn. Weet je wat? Ja? Dan gaan we naar buiten en buiten praten we verder. Goed. Wacht even. Ach, ik blijf toch een leerling. Iemand had prins Thor en Lidwientje afgeluisterd. Elf Wortelgroen. Elf Wortelgroen was lui en wou best een prinses trouwen. Heerlijk, een leven vol honing en zachte kussens. Dus besloot hij die nacht dat diploma R van prins Thor uit Truc's studeerkamer te stelen. Samen met het prinsenpak van Thor en zijn zwaard. En zelf naar de toto te gaan. Met de verdwijnhoed van zijn eigen koning Pipijn moest hij daar toch makkelijk kunnen winnen. Ondertussen deed tovenaar Truc zijn best de hamelaars te helpen. Maar het was niet gemakkelijk, want het was per slotverrekening geen gewone verdwijning geweest uit Hamelen. En hoe die rattenvanger heette, wisten ze niet. Zelfs niet eens waar hij vandaan kwam. Ja, ze wisten niet eens wat voor fluit het was. Iedereen snuffelde mee. Zelfs Hildebrand sloeg toverboeken op en las een van de toverspreuken hardop voor. Hoe ik mijzelf vlug en gemakkelijk in een vogel verander. Ik op een eenvoudige manier iemand in een vogel. En er staat er nog wat. Oh, dat zijn wel kleine lettertjes, hè? Ja. En niet doen, niet lezen, niet oplezen, niet doen. Oh, het is te laat. Wat is er dan? Idiotenvogel, domkop. Wat is er dan gebeurd, meester Truc? De domkop heeft de toverspreuk echt opgelezen. En je weet toch dat dat niet mag? Elke tovenaar weet dat je als je aan het studeren bent de spreuk van achteren naar voren moet lezen. Als je hem werkelijk opleegt, dan gebeurt het ook allemaal echt met je. Oh. Dat is verschrikkelijk. Oh, dus Hildebrand is ineens in een vogel veranderd. Ja, een idiotenvogel. Die nacht kon Lidwientje niet slapen. Bertram was jaloers op prins Thor. Hildebrand dacht dat hij een vogel was en er waren verdachte geluiden in huis. Ze maakte Arnoud wakker en ging samen met hem op onderzoek uit. Elf Wortelgroen sloop rond en stal alles dat hij nodig had voor de prinsentoto. Gelukkig wisten Lidwientje en Arnoud net op tijd de verdwijnhoed van koning Pipijn om te wisselen voor de gewone hoed van Hildebrand. En toen Wortelgroen niet veel later pocherig wilde opstijgen en in volle glorie wilde verdwijnen, werd hij niet een kleine stip, maar maakte hij een grote smak omlaag achter de muur om Truc's huis. Ik vlieg! Ik suis weg! Tot ziens! Dat valt helemaal niets te suizen! Daar blijven, dief! Dag, dag, wijzeweter! Tot ziens! Oh. 'S Ochtends
vlogen de Hamelaars weg van het Wat Lief naar een volgend adres. Het huis van Hek Slik. Sigurda Slik. Gediplomeerd heks op de Biesheuvel. Ver over de wijde vlakte van Prouw en de rotsen van Grasp, waar prins Guurt van Grasp gewoonlijk woont. Dat bezoek aan Slik was nodig, want niet alleen kende Slik een methode om Hildebrand te ontvogelen. Bovendien kende ze koning Pipijn goed en kon dus mooi de verdwijnhoed teruggeven. Want wortelgroen kon je toch niet vertrouwen. En verder had Hek Slik, zei Truc, diploma C. Dat is het diploma gekleed toveren. En daarom kon zij de Hamelaars misschien beter helpen. Moeten wegen, alsjeblieft. Maar het huisje van Hek Slik was leeg. Het lag bovendien overhoop. En ook om het huis heen was ze in geen velden of wegen te bekennen. Wel zat bij een vijvertje, droevig kwakend, prins Olaf van Witfranje. Die dacht dat hij een kikker was. Iedereen ging op verkenning uit, behalve Lidwientje. Lidwientje bleef oppassen op Hildebrand en prins Olaf. En Lidwientje kreeg in dat vreemde huisje van Hek Slik opeens bezoek. Oh, er loopt iemand om het huis die ik helemaal niet ken. Oh, Bertram Arnoud. Hoe blijven jullie nou? Ik ben zo bang alleen. Oh, het zijn vast indringers. Wat moet ik nou doen? Welkom bij Slik. Heks. Moeten wegen. Alsjeblieft. Ja, ja, voeten vegen, alsjeblieft. Ziezo, daar ben ik. Kijk eens. Zet je binnen? Ik had gehoord dat je buiten zat. Wat ik voor je heb. Vliegjes. Kijk eens even hier. Is dat lekker? Ja, ja. Dat vind je lekker, hè? Ja, die krijg je niet van Slik. Hier, kijk eens eventjes. Ik had gehoord dat je in de vijver zat, buiten. Ja, dat had ik gehoord. Hap, toet, kwaak, snuit. Kwaak, kijk eens even, dat smaakt. Een bromvlieg. Geef je op, de klap. Help me, baas. Geef je op. Geef je op. Laat los, Slik. Laat los. Ja. Dat is vreemd. Wat doet dwerg Gruizelgruis in het huisje van Hek Slik? En waarom voert die prins Olaf lekkere vliegjes? Wie heeft hem dat gevraagd? En waar zijn Bertram en Arnoud toch? Bertram heeft in het bos een lakei ontmoet. Ambtenaar Ochterop. Ambtenaar Ochterop is Rijksveiligheidsdienaar. Hij moet zorgen dat de volgende maand de prinsentoto keurig verloopt. Geen wijnbekers op de grasmat en zo, weet je wel. Nou gebeuren er verdacht veel ongelukken met prinsen die naar de toto gaan. Nee, prins Olaf nou weer, die opeens denkt dat hij een kikker is. Ambtenaar Ochterop verdenkt de boze prins Guurt van Grasp. Goed. Bertram neemt ambtenaar Ochterop mee naar huis en vindt Lidwientje en Gruizel. Ze nemen Gruizel meteen streng onder handen. Wie heeft Hek Slik ontvoerd? En wie heeft Gruizel naar prins Olaf gestuurd om hem te voeren? Maak je me helemaal los? Helemaal. Allebei mijn handen? Allebei je handen. En niet mijn vlucht weer pakken als ik het gezegd heb? Nee. Niet je vlucht weer pakken. Ik kan ook een ander niet vlucht pakken. Gruizel, erewoord, er gebeurt je niets. Als het tenminste iets moois is wat je vertelt. Goed. Eerst losmaken. Ja, dat had je gedacht. Alsjeblieft. Wat Bertram, als hij nou weer ziet. Hij liegt niet. Echt niet. Nee, ik lieg niet. Juk! Kwaak! Stil! Kwaak! Ziezo, op met je moois. Geurt van Grasp heeft dat gedaan. En Slik de heks is weg, maar niet echt weg. En als het nacht is, komt Geurt weer terug. En ben je niet vlug? Zie je, Slik op de rug. Zo. Zo, hallo. Zo. Waarom doet hij dat nou? Ziezo, weg. Zo, correct. Wat betekent dat het rare versje nou wat hij opzei? Slik de heks is weg, ja, maar niet echt weg. Ja, ja, en in de nacht komt Guur terug. Ja, terug, ja, dat zei Gras. En dan zie je Hek Slik op de rug. Op de rug? Vanachter. Vanachter bedoelt hij. Dan is ze weg, pleiten kunnen we naar de fluiten. Oh, maar waar kan ze dan zijn? Hallo. Dat weet ik. Dat klopt. Arnoud heeft net Hek Slik gevonden. In een akelige, nare ruïne ergens in een donker dal. Samen met de kinderen. Hek Slik zit in een kerker. Maar zelfs Arnoud, die toch poortwachter is, krijgt dit slot niet open. De enige oplossing volgens Hek Slik zelf is, vind prins Guurt. Waar is prins Guurt in de buurt? Gruizel, gruizel.
Bertram heeft een plan. Bertram en Arnoud blijven bij Hekslik in de ruïne achter. Maar ze verstoppen zich in twee harnassen die daar staan. En als prins Guurt Hekslik komt halen en dus de traliedeuren moet openmaken met een toverspreuk, bespringen ze hem vlug van achteren en klaar is. Jammer genoeg weten Arnoud en Bertram die avond niet dat Guurt hun geheimje kent. Hij luistert het namelijk af als Ochter op het aan Lidwientje vertelt. Maar wat Guurt helemaal niet weet, is dat Bertram de verdwijnhoed van Pipijn draagt in het harnas. Die avond in de ruïne piept de poort open. Iemand die op ambtenaar Ochterop lijkt, komt binnen. Wel, wel. Wat kom jij doen, Guurt? Huh? Zet je grasmasker maar weer op. Mij bedrieg je niet. Ik kom je halen, Slikkie. Het is avond. Maar het is nog geen nacht, Guurt. Nee, ons kan niets meer gebeuren. Ik weet alles. Alles, Guurt? Alles, ja. Ja, dit bijvoorbeeld. Ja, ja, kom maar overeen. Ja, kom maar overeen. Nou, daar zijn je niet makkelijk van, hoor. In je hoofd roest. Ik weet alles, Slikkie. Hmm. Ja, ik ken de afspraken. Ik heb meegeluisterd aan het raam. Zo. Ja, en ambtenaar Ochterop vertelt de dingen altijd heel nauwkeurig. Zo, zo. Dit is nog één van je beschermers hier. Buiten die daar. Ja, die op de grond ligt. En als ik nou dadelijk het hekje open doe, dan duikt deze man. Nee! Leef! 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 Nou, heb je? Leef! Oh, waar moet hij zijn? Hij moet in het harnas zitten, dat was de afspraak. Schud hem er dan uit, als je zo zeker bent. Hij is op eigen kracht verdwenen. Ja, gefeliciteerd met je helpers. Ja, dit ging makkelijker dan ik dacht. Nu kom ik je halen. Ortoban! Guurt is gevangen. Hildebrand chillt niet meer en Olaf kwaakt niet langer. Ambtenaar Ochterop kan teruggaan naar zijn land en de Toto verder regelen. Maar Guurt ontsnapt met kamerbreed. Hem achterna, roept Bertram. Wij gaan ook naar de prinsen Toto. Nou, laat Hamel maar rustig wachten, want Hekslik kan ons toch niet helpen. Maar hoe reizen ze nou? Zonder kamerbreed. Hou je goed vast aan dat konfijn. Ja, ja, ja. Dit moet je gewend zijn, hoor. Niet iedereen is een vogel geweest. Chirip. Oh, nee. Vlieg je met me mee op een gele bezem in de zon. Deze is voor twee. Kwam je op mijn bezem als je kon. Ik wou dat mama even zag. Dan zei ik haar nou goeiedag. Zo even van mijn bezem in de zon. Niemand die het geloven zal, al zien de mensen overal een hele bende bezems in de zon.
Voor Hildebrand en Arnoud duurt de reis op de bezem niet lang. Tegen de eerste hoge boomtop vliegen ze op. Ze maken een noodlanding op de Zeurberg. Op de Zeurberg viert elfenkoning Pipijn die avond zijn vermaandag. Ze maken per ongeluk de bloementroon en het welkomstkleedstuk en worden gearresteerd. Gearresteerd door lijfelf Lulof. Lijfelf Lulof kan twee gevangenen goed gebruiken. Hij heeft namelijk bezoek gekregen van een prins Modderijn van Nedersnak. Een oude bekende. Deze prins Modderijn van Nedersnak wil die avond als eregast in de buurt van koning Pipijn zitten. Dat kan alleen als daarvoor een bijzondere reden is. Dus bedenkt lijfelf Lulof die bijzondere reden. Hij verzint een aanslag op Pipijn. En de daders zijn zogenaamd Hildebrand en Arnoud. En Modderijn heeft de daders zogenaamd gevangen. In ruil daarvoor zal Modderijn de domme elf de tafel van 6 en misschien die van 7 leren. Koning Pipijn gelooft het hele verhaal. Hildebrand en Arnoud worden opgesloten in boom 1 en 4 en Pipijn viert feest. Gelukkig ontsnappen Hildebrand en Arnoud. Ondertussen zijn Bertram en Idwientje en de kinderen ergens anders in het bos geland en ze zoeken naar hun vrienden. Op een open plek ontmoeten ze de dichter Xander. Hij spreekt alleen in verzen. Xander zal die avond aan het diner van koning Pipijn een feestlied moeten voordragen. En hij zit naast Pipijn. Maar waar Hildebrand en Arnoud zijn, dat weet hij niet. Vlak nadat de Hamelaars weg zijn, wordt Xander overvallen door prins Guurt van Grasp. Maar er zijn twee getuigen. Wat doet ge nu? Spreek op! De koning draagt de mantel, ja? En nu zit dicht bij hem. Dicht bij de mantel. Kom uit de boom. Guurt van Gras beveelt het. Kom uit die boom. Wat gebeurt er nou? Zeg, ja, wat gebeurt er? Die oude uit de boom. Ja, Guurt heeft hem te glaas. Kijk, er zit een kamertje onder in de boom. Ja, hij sluit hem op in zijn eigen boom. Het is zijn gevangenis. Ja. Met een knevelhaak en een lispelknip. Ja, we moeten iets doen. Ja. We moeten iets doen. Ja. Hard weglopen of zo. Nee. Guurt die praat trouwens over een mantel. Omdat het die mantel van koning Pipijn natuurlijk. Zouden die willen hebben? Ja, moeten trouwens die Guurt in de gaten houden. Oh ja? Ja, Guurt heeft kamerbreed. Ja. Zo, wees nu maar gerust, wijze Sander. Jij gaat keurig naar het feest van koning Pipijn. Oh. Jij zit naast hem aan. Bertram en Idwientje komen ondertussen op de Zeurberg aan met de kinderen en worden aangezien voor gnomen. De gnomen van Wamelink, een stelletje artiesten, voor het feest. Ze laten lijfelf Lulof maar rustig in die waan, want ze horen hem spreken over twee indringers. En ze vermoeden wel wie hij bedoelt. Die avond op het feest zitten naast koning Pipijn aan de ene kant prins Modderijn van Nedersnak en aan de andere kant de namaakdichter Xander, oftewel prins Guurt van Grasp. En allebei loeren ze op de maanmantel van Pipijn. Die maanmantel maakt namelijk watervlug, bliksemsnel. Handig voor de prinsen Toto. Wie huilt daar in het hoofd van de nacht? Akelig en klagelijk zacht. Wie klinkt daar door merg en been? De troon van Roelof Arendsveen. Troela, troelala, akelig en ariaja. Troela, troelala, het gaat met halala, oh ja. Wie zit daar op het hazenpad, somber en der dagen zat, knagen op een winterbeen, de trol van Roelof Arendsveen. Troela, troelala, akelig en ariaja. Dan danst koning Pipijn de elfenpoedel. Een polonaise. En dat is de kans voor Guurt en Modderijn. Maar Pipijn doet zijn mantel af. En terwijl ze dansen en de mantel proberen te stelen, duiken achter de struiken bij Bertram en Lidwientje Hildebrand en Arnoud op. En Hildebrand en Arnoud hebben groot nieuws. Guurt is in het bos. Guurt? Guurt? Met ons kamerbreed? Ja, en er is nog iets anders. Hij loert op de mantel van koning Pipijn. Die draagt een mantel zo. Ja, dat is een hele bijzondere mantel. En koning Pipijn draagt die altijd. Ja. Daar reist hij mee. Zwachtel vertelde me dat vanmiddag. Ja. En wil Guurt die te pakken krijgen? Ja. Dat lukt hem nooit. Nee, jongen, Pipijn wordt hartstikke zwaar bewaakt. Er is niemand die een vinger naar hem uitstikt. Pipijn Guurt ook niet. Oh, nee. Nee, hoor. Guurt zit anders naast hem. Huh? Wat?
Modderijn? Is Modderijn en Guurt één en dezelfde persoon? Houd de dief! Houd de dief! Houd de dief! Ja, doe toch niet toe, als het maar een dief is. Elf lul of het... Grote consternatie. Het is zover. De maanmantel is gestolen. Bertram denkt dat Modderijn het heeft gedaan, omdat hij niet goed naar Hildebrand heeft geluisterd. En lijf elf Lulof roept benauwd. Die twee indringers hebben het gedaan en hij wijst op Hildebrand, want Arnoud ziet hij zo gauw niet. En Hildebrand op zijn beurt legt uit dat niet Modderijn de dief is. En niet Arnoud en niet Hildebrand, maar Xander. Oftewel prins Geurt van Grasp. Maar prins Geurt is er inmiddels al wel lang en breed vandoor op kamerbreed. Niet? Bedankt, Xander, voor je hulp. Ik ben inderdaad geholpen. Hoe gaat het nu in je eigen boom? Voor ze het slot open hebben, ben ik al lang weg. Ver weg. Op mijn tapijt. Met de maanmantel. Op naar de Prinsentoto om de hoofdprijs in ontvangst te nemen. Madeleine de Vierde van Bambergen. Prinses van de Sneeuwvijver. Ah! Niemand houdt mij tegen. Zo. Adieu, hoofddichter. Kamerbreed, breng mij naar... Het is moeilijk om de feestvreugde na de afloop te schilderen. Maar ik zal het proberen. De weg naar Hamelen vertellen, meneer. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig stamelen? We willen heel gewoon terug naar Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Morgen vroeg de ramen nog gaan lappen, meneer. Ik moet er nodig heen, ik heb een beurt op school. Ik heb een linkerschoen met een gescheurde zool. Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Ik heb een huis met zorgen en een bed dat wacht. Het vuurtje in mijn keuken spittert, spettert zacht. Weet u ook de weg? Ik weet hier echt nog slecht. Kunt u ons de weg, de weg, de weg